Oh, hallo. Leuk dat jullie weer meekijken. Ik zit net wat takken van de wilg te snijden om mijn composthoop te verhogen. En dacht ik draai even een tussendoortje, dus een tussendoortje over de wilg. Ja, voor die mensen van jullie die ook 24 uur in de natuur soms kijken, die hebben al een keer gezien dat ik de schors van de wilg heb gebruikt toen ik hoofdpijn had en dat werkte best goed. Ja, de reden hoezo het tegen hoofdpijn werkt is omdat de wilg salicylzuur bevat en dat is die werkende stof in aspirine. Maar weinige mensen weten dat de wilg ook eetbaar is. Daarvoor kan je bijvoorbeeld de jonge bladeren in de lente gebruiken. Maar ook nu in de winter, jullie zien het misschien, hier ligt overal sneeuw. Ook in de winter kunnen wij de wilg eten. En daarvoor moet je zo'n tak afsnijden. En dan zit hier onder de schors een heel dun laagje, wat cambium genoemd wordt. En het cambium gebruikt de boom eigenlijk om voedingsstoffen van de grond naar boven naar de bladeren te sturen. En dit dun laagje is ook voor consumptie geschikt. Ik laat het even zien. Dus eerst de schors verwijderen. Die kan je trouwens nog opbewaren voor het geval dat je eens hoofdpijn krijgt. En dan een thee daarvan maken. Maar ook is het mogelijk om ja, die stof dan meteen uit te zeugen, zeg maar. Zo, en dan hebben we hier, even kijken. Hier, het witte laagje wat hieronder zit, onder de lichtgroene. En dan een dun stukje af. Zo. En daarvan, hier, daarvan snij je dan ja, meerdere stukjes. Probeer die ook best lang te snijden. En dan kook je die heel kort in water. En dan kan je deze net als spaghetti gebruiken. Dus spaghetti van de wilg. Ja, ik moet natuurlijk toegeven dat dit kei veel werk is voor het geval dat je daar een ja, behoorlijke portie uit wil halen. Maar in de winter is dus niet veel te vinden en is dit zeker een mogelijkheid om voor het geval van nood of zo toch iets te eten in de markt te krijgen. Wat denk ik wel bijna iedereen bekend is, is dat je van wilg verschillende dingen kan vlechten. Heel bekend zijn bijvoorbeeld de wilgmaantjes. Maar ook stoelen en bijna alles is hiervan te maken. Dus de wilg is voor bushcrafter of survivaler, maar ook voor de gewone geïnteresseerde in de natuur een heel belangrijke boom. Ja, dat was al het korte tussendoortje voor vandaag. Ik wil jullie nu nog een fijne jaarwisseling toewensen en hoop natuurlijk dat jullie ook volgend jaar weer naar mijn video's kijken. Tot volgend jaar!